bij PSV zijn Eikelkamp en Niels geblesseerd. Zenden en Marcello vormen de tweemans aanval met Petrovic daar kort achter. Doet ze pakken Waterreus. Jonk. Paas is richting Van Petta. En dan geeft Luinke een vrije schop aan PSV. Na die overtreding op Marcello. Kijk hier, Marcello krijgt een duwtje, maar gaat natuurlijk heel graag naar het gras. Daar Marcello. Vink voor, Stam voor. Een Jonk die vrije schop gaat nemen. Alle hens aan dek nu voor RKC. 9 minuten gespeeld. Wim Jonk. En een doelpunt. Stam. Werd niet in de gaten gehouden. En kon inkoppen. Jaap Stam brengt PSV op voorsprong. Nog even kijken. Heel vaak dat een verdediger uit dit soort situaties scoort. Let op de positie van de doelman. En de goede kopbal van Stam. Verkeerde paas van Vink. Maar Bogus kan daar niets mee. Als je commentaar hebt. Wijnhard gaat een keer door Stam. Overzicht is prima. Van Aarde. Wijnhard. En dan Tommy van der Leegte. Van Petta. Numan Cocu. Petrovic. Brands voor zich. Cocu, bal voor zijn linkervoet moet je op gaan passen. Van der Leegte, heel gretig en ook goed spelend. Bogers. Valks in de fout. Wijnhard, is hij cool? Wijnhard geeft aan Van der Leegte, zou je dan zeggen. Ja, hier moet je meer mee doen natuurlijk. Zoveel van dit soort kansen krijg je niet. Petrovic. Jong wilde eerst passen op Marcello, maar zag dat die buitenspel stond, dus koos hij voor rechts. Van Petta en Jong schot van afstand. Als hij de ruimte krijgt. En Van der Leegte begaat een overtreding op Wim Jong. PSV in dit duel Niels. Dat is de vraag. Voorlopig staat het 1-0 voor. Ze hebben al 23 minuten gespeeld. Jong achter die bal. Tikje en nu uithalen. En de koppers als keeper. Oeh. Foutief uitverdedigen van Petta. Geen buitenspel. Dan zijn ze al zo gretig. Wijnhard en Bogers. Dat PSV er het voordeel mee doet. Fout uitverdedigen nu man. Maar die foutjes maken het duel natuurlijk wel aardig. Nou, Brands. Druk in die bal. Mooi schot Brands. Laten we eens zijn problemen mee. En dan wordt het een doeltrap. Zenden. Maar dan geen buitenspel kennelijk. Vink. Zomaar uit het niets. Ja. Marciano Vink met veel geluk. Brengt de stand op 2-0. Maar de stand zat er ook van alles in voor RKC. Uit het niets komt Vink aan deze bal. Aardig gesticht, dat wel. 2-0 voorsprong PSV. Zenden Hutten, Hutten zit er heel duidelijk naast. Zenden. En het doelpunt is helemaal niet zo eenvoudig te maken van Marcello.
buiten is binnen. Marcello scoort. Maar heel gaaf werk van Boudewijn Zende. Let er nog maar eens even op. In feite was de trekbal iets te hard. Marcello maakt iets heel moois van. Kijk maar. Zende, omdat Hutten ernaast zat. Dan krijgt hij wel iets te veel snelheid mee. Marcello doet iets heel knaps mee. Later Reus, goed doorgekopt door Marcello. Opnieuw Boudewijn Zende. Petrovicis positie. Cocu. Dit soort patronen, dit soort combinaties. Zien we goed in de eindhoven. Jong. Links proberen, recht voor rechterbeen. En glad. En dan nog een goal. Cocu. Top voor lach. Curieus moment daarvoor. De goal van Rob van Dijk. Gaan we natuurlijk eens naar kijken. Gebeurt daarvan alles voor die goal. Maar het blijft wel 3-0. Dit is Jong. Die probeert die bal voor het rechterbeen te krijgen om dan even lekker uit te halen. Die ruimte krijgt hij amper omdat hij wordt gehinderd door Patrick van Diemen. Er zit een heel veel effect aan die bal op de lat. En dan wilde Van Dijk die bal heel rustig oppakken. Dat ging niet door. Dan is daar Cocu. En dan is daar Marcello. En die kopt voorlangs. Hoe is het mogelijk? Brands. Van de leegte. Dan wordt het Wijnhard. Corner. Van de leegte. Doelpunt denk ik. Ja. Een doelpunt van Hill. In feite een identieke goal als de eerste van PSV. Toen werd er niemand op stand en nu zet niemand in de PSV-verdediging op deze opkomende centrale verdediger Dilano Hill. En die scoort keurig en brengt de stand op 3-1. Misschien wordt het nog een wedstrijd. Dilano Hill, goal. RKC probeert vroeg te scoren. Het spel komt regel van PSV. Marcello, Van Petta. Jong, goed opstellen. Op links op Bogers met de linkervleugel verdedigen. Vink moet mee verdedigen. En dit is heel slecht wat Vink dat doet. Weggekopt uit de goal. Waterreus was al gepasseerd. Na een blunder van Vink. Waterreus kwaad natuurlijk. Van Petta. Petrovic, na de bal voor de verdediger. In dit geval voor Hill. Komt er goed uit. De Reus. Van de leegte probeert aan te sluiten, maar doet dat in feite te laat. Vandaar die vrijheid voor Stam. En dus een blessure voor Vink. Blesseerde Vink zich. Deze botsing met Bogers. Vink moet het veld verlaten. Dat ziet u hier. Good man. Schreuder. Bogers. Kom je van de leegte. Schreuder is goed gezien. Bal op rechts. Van Aarde. Bogers. Corner. Tot daar komt Stinga in de ploeg. En spelen we 11 tegen 11. Van de leegte bij die bal en Van Aarde. Van de leegte. Weggewerkt door Stam. Schreuder. Zo mooi kunnen zijn. Voor Ernst gebeurt nog wel eens. Dat Kleit Weiner op zijn verkeerde been staat. Dat is wel gelukkig. Marco Bogers. De balcontrole bij Müller. Oeh, wat was dat? Een hartschot van Müller. Goed gereageerd. Later Reus. Müller. Bogers,
opdringend RKC Waalwijk. Van Aarde. Van de Leegte. Wijnhard. De omhaal nog net op tijd van Aarde. Even dichtbij. Dit soort kansen moet je natuurlijk benutten. Marco Bogers. Wijnhard. Dit is een goede voortzetting. Van Aarde. Wijnhard. Niemand aanwezig om die bal in te tikken. Althans te laat. Goed werk van Clyde Wijnhard. Valks. Van Aarde hindert helemaal niet. Zenden. En Kalevic. Corner op voor PSV. Wim Jong neemt zijn kracht allemaal. Stamp is weer voor. Stamp, kopbal. Doelpunt. Wordt niet op gereageerd. Hetzelfde goal als waar Stamp mee begon. Totaal niet gedekt. 4-1 overwinning dus. Voor